Kijk eens heel goed naar de nacht, want wij hebben de stunt van het jaar. Wij hebben de nachtwacht uit het Rijksmuseum gehaald en het staat hier tentoongesteld. Kijk maar eens even rustig. Kijk, daar zie je het. Zie je het staan, hoe prachtig. Het is zo mooi geschilderd. Het is zo mooi geschilderd dat het beweegt bijna. Zie je dat? Je ziet hoe Rembrandt dat erin gebracht heeft. Het beweegt als je goed naar zo'n hondje kijkt. Dan zie je, kijk eens hoe mooi. Het zijn echte mensen. Hè? Het zijn echte mensen. Ja, dat denk je, maar het is zo mooi geschilderd. Hè? Ja, kijk, bekijk het maar. Dames en heren, hier staat voor u het Nachtwachtgilde uit Berg en Terblijt bij Valkenburg. Bestaat 19 jaar. Dit is hun 38ste optreden in 1982. En we dachten bij onszelf, het zou heel aardig zijn om er wat meer van te weten te komen van die nachtwacht. Vandaar dat we dus hun directeur, de man die dat ook heeft uitgevonden, dat ze dat zijn gaan doen, hebben uitgenodigd om er wat meer van toe te lichten. Gaat u gang alstublieft, meneer Ter. Ja, inderdaad. Goedenavond, man. Wat is wel leuk natuurlijk, hè. Ja. Wat is wel wat natuurlijk. Mijn naam is Tussendeur, Tien is Tussendeur. Ik ben de directeur van dit museum. En dit fotootje hangt bij ons al jaren. Wij zijn wel gek met elkaar. Hè? Ik hou van dit schilderij. Hè? Als museumdirecteur kun je wel nagaan natuurlijk. Hè? Ik hou van schilderijen. Ik ben altijd één met mijn schilderij. Hè? Zijn we één of niet? Hè? Hè? Wij zijn één. Een beetje plat, even kopie. Hè? Nou, maar ik hou van hoor. Wij houden allemaal van elkaar hoor. Wij zijn gek op elkaar hoor. Ik heb zelf ook geschilderd. Ik heb zelf jarenlang geschilderd. Ik ben eerst begonnen met landschappen hoor. Ik heb landschappen geschilderd. Dat was niks. Toen ben ik begonnen met dames en heren te schilderen. Dat ging zo. Op de ene deur dames, de andere deur heren. Maar dat waren ze. We krijgen erg veel bezoek hier. Oh, we krijgen zoveel bezoek. Gisteren nog, hè? Gisteren, weet je nog? Gisteren die groep ambtenaren. Hé, zag er een? Die zoek groep ambtenaren. Hele groep ambtenaren naar binnen. Maar ja, die vallen niet op tussen die stillevens. Daar heb je geen herinnering natuurlijk. Ik heb mijn eigen vrouw heb ik ook ontmoet in de kunst. Mijn vrouw zat ook in de kunst. Hè. Die was model voor moderne schilderijen. Oh, ik zie er nog zitten. Er zat zo'n model met 3 kopjes koffie. Voor iedere mond 1, weet je wel. Dat is een leuke meisje. Eigenlijk heb ik er ontmoet met carnaval, zou ik eerlijk zeggen. Met carnaval, hè. We hadden met carnaval. Wij was paard, ik zat achterin, zij voorin. Als het andersom was geweest, hadden we nooit hoeven trouwen. Maar ja, dat ging niet. En toch hou ik van schilderen, hoor. Ik hou van schilderij, hè. Hè? Wij zijn gek op elkaar, hè. Ja. Laat ze maar praten, hoor. Hè? Ik vind je goed, hè. Hè? Zijn wij goed met elkaar? Ja. Wij zijn goed met elkaar, hè. Wij wel. Hiernaast ook hebben een zaal vol hangen, want die schilders, dat zijn jongens hoor. Die kennen wat hoor, die jongens hoor. Die kennen wat hoor, die schilders. Hiernaast ook eentje, die maakt van die, van die Vanessaatjes, zal ik maar zeggen. Ja, zaal vol heb ik hangen met Vanessaatjes. Ah, geen gelezen, ze is afgevallen. 7 kilo is afgevallen, hij is gelezen. Maar ja, vind je het gek met die dikke benen, dat ken je niet meer. Nee, maar ik vind het leuk. Ik hou van, die heb je hiernaast, heb je dus allemaal van die, met die hangen, weet je wel. Maar dat is zo'n serieuze man die schildert, die schildert allemaal. Maar die gaat s'avonds, neemt hij zijn model mee naar huis om 's morgens maar vroeg te kunnen beginnen. Dat zijn serieuze mensen. Daar kun je niet mee spotten, hé. Dat zijn serieuze mensen. Heb ik al verteld van, weet jij hoe je een Belgische Jehovah-getuige kent, herkennen? Die houdt zijn hand tussen de deur. Ja, dat is helemaal. Ja, dat zijn de zuiveren. Maar als directeur ben je constant ben je bezig om het beste in huis te halen. En nou is het maar eindelijk gelukt. Ik heb in dit museum heb ik een originele Rembrandt en een originele Stradivarius. Het is wat, alleen het jammer is dat dit is de Rembrandt en dat is de Stradivarius. Maar we kennen het goed met elkaar vinden, jongens. We kennen het heel goed met elkaar vinden. Want wij hebben al wat afgelachen met z'n allen. Jongens, zullen we even polonaise doen? Kom op, polonaise. Doe het nog allemaal even leuk, leven, jongens. We zijn de nachtwacht van Rembrandt.
twee daar. Ik zal het heel gauw uitleggen aan je. Er staat dus in het schilderij, zit nu een fout in het schilderij. Die mag je eruit halen. En er zijn drie mensen op van positie veranderd. Zou je kunnen zeggen wie je fout staat in het schilderij, Von? Ik haal hem maar even uit dan. Ik kan hem... Ja, doe maar. Ja. Maar haal... Ja. Nee, maar die moet dan goed op de plek gezet worden. Dus hè, begrijp je, die moet je op de plek zetten. Maar er staat nog, er zit een fout in het schilderij nu hoor. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Haal die er maar eerst even uit, die fout, ja. Maar er staan er nog meer verkeerd hoor, jongen. Wie staat er nou niet goed? Nee, dat moeten zij doen. Nee, natuurlijk. Ja. Dus je mag ze zelf, hier staan de drie fouten goed zetten. Ja. En daar staan de drie fouten, die mag je goed. Hè? Ja, ook drie. Fout. Ieder op de helft, 1 minuut de tijd. Ga je gang, dat ze weer goed zijn. Jij stond hier helemaal. Misschien nog wel even hup eruit. Nee! Hup jij eruit, allemaal eruit. Nee! Nee. Er staan er nu nog 2 fout. 3 fouten en 8 fout. Nee, maar dat moeten zij toch doen? Hier, daar zitten er weer Belgen in schilderijen. Voor wie is die hond? Hè? Voor wie is die hond? Wie heeft die hond meegenomen? Er mogen hier geen honden komen, jongens. Doe nou. Nee, maar dit wordt niks zo, jongens. Nee, je hoort er ook niet. Ja. Het is een hartstikke duur schilderij. Nou, heb ik nou gezien? Is dat klaar? Ja, waar heb je dan? Wat loop je dan nu weer met hem? Ja. Ja, dit... Ja, oh. Zeg. Zal ik doorgaan of niet? Nee, ik ga er niet over. Ik bedoel, was dat klaar? We hebben nog een pendel, we gaan verder, ja? Oh, ik moet er nog ergens staan. Ja, wij moeten nog verder op, hè? Ja, maar hoe moet ik dat spel dan afmaken? Ik, ja. Misschien is het leuk als je vragen gaat stellen over Rembrandt. Dat beter. Hoezo? Hoe doet die pokkenhond nou weer? Dat mag niet. Dat kan je niet meer gedaan, hè? Dat mag toch niet wat je hier doet? Denk door, hoor. Ja, ik kan me voorstellen dat u daar kwaad over kan worden, maar wat zal ik nu doen? Wat? Ja, ik zou een ander vak kiezen, maar ja. Ik weet het goed gemaakt. Als u jongens, jullie maar daar zitten, we doen vragen. Ga maar daar naartoe. Nee, maar ja, ik ook niet. Hij weet ook niet van, zo weet niks. Ik zou vragen van André van Duin. Ja. Nou, oké, ja. Stel eens vragen over mij. Ja. Ja. Jongens, dan gaan wij naar oké, zullen jullie gaan wel? Ja, oké. De knop. 5 vragen, reactiesnelheid, er gaat die. 5 exacte vragen. In welk museum hangt de nachtwacht? Rijksmuseum. Rijksmuseum, 5 punten. Als je drukt en je geeft een verkeerd antwoord, gaan de 5 punten naar de andere partij. In welk jaar werd de nachtwacht geschilderd? In welk jaar werd de nachtwacht geschilderd? Niemand durft hem aan, heel spannend. 1642. In welke eeuw werd dus de nachtwacht geschilderd? 17e eeuw. Uitstekend, 17e eeuw. In welke stad werd Rembrandt geboren? Zeist. Zeist? Nee. In Leiden werd hij geboren. Stand thuis 15 voor de rode en 0 voor de blauwe. Het is gebeurd met je schat. Ja. Rembrandts tweede vrouw heette Hendrikje. Wat was haar achternaam? Druk. Oh, weet ik niet. Weet je niet? Stoffel. Oh, ja. Dat betekent dat we nieuwe winnaars hebben in de race. En Otto Roos is de winnaar.
Kleine Lotto, we zijn er klaar voor. Daar gaat hij. We hebben dus in kas hebben jullie 200 gulden. Die 200 gulden kun je spelen. Nou jongens, even bang, bang, bang. Jim en Jenny, kom op. Daar gaat hij. Hier is de microfoon. Jongens, even er allemaal achter staan. Hè. Dit moet een poet worden. Zo mooi beginnen op 2. Wat wordt de inzet? 200 hoger. 200 hoger. Jawel. Oh, mooi. Wat? 400 hoger. 400 hoger. Natuurlijk. Jawel. Wat wordt de inzet? 800 hoger. 800, jawel! Wat wordt de inzet? Wat heb ik? Je hebt 1600 gulden. Je kan ook heel klein spelen als je wil. 600 hoger. 600 hoger. Ja. 16 of 600? 600. 600 hoger. Jawel! Je hebt 2200 gulden. 2200 gulden, blijf staan. 2200 gulden. Doe je het, speel je of niet? Als je ze houdt, je moet hoger of lager dan 28. Het is heel gevaarlijk tegen een ballenmachine. Zeg wat je doet, speel of niet? Stoppen. Kom op, daar gaat dat ding alweer. Daar gaat hij al. Spelen. Alles hoger. Stoppen. Alles lager of alles hoger. 2200 gulden, beslis. Zeg het, want het is beperkt in tijd. Doe je het of niet? Stoppen. Zeg het dan. Stop je. Wat had je gespeeld? Wat had je gespeeld? Je had lager gespeeld, je doet het niet. Het had lager dan 28 moeten zijn. Je had hem gehad. 2200 gulden hebben ze binnen, jawel. Kom op, jongens. Kijk eens even. Wat je erbij hebt. Een racebaan van 500 gulden, een audio-rector waarde van 2900 gulden. Totaal 3400 plus 22 is toevallig 5600 gulden. Ovatski, 1, 2, 3! Uitstekend.